Ze werd geboren in 1957 in Gorle als dochter van een burgemeester en nichtje van de procureur-generaal René Fiek. Zowel Benedicte als twee van haar drie zussen gaan de advocatuur in. Benedicte begint aan een rechtenstudie in Groningen, waar ze lid werd van Vindicat, waar ze naar eigen zeggen vrij veel zoop. Ze deed 3 jaar over haar propperduizen. Na haar studie ging ze aan de slag bij advocatenkantoor van Asperen, De Roos en Pen, maar richtte al vrij snel in 1992 haar eigen kantoor op, Fiek en Partners tegenwoordig. Ze wordt al jaren achtereen uitgeroepen tot beste vrouwelijke strafpleiter van Nederland. Ze verdedigt de omstreden figuren als Dino S., Jan-Dirk Paalberg en Badr Hari. En sinds april 2016 gaat ze erop uit om de tabaksindustrie voor de rechter te krijgen. Dames en heren, seizoen 2, aflevering 1, onze gast Benedicte Fiek. Ja? Zo. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Je gaat meteen ook helemaal een puntje van de bank zitten. Nou, volgens mij kan ik niet leunen. Nou, nee, dus mijn bovenbenen zijn te kort. Hoe is het om als controlfreak hier aan mee te doen? Je kan je niet voorbereiden, je weet niet wat je te wachten staat en je weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, ik heb er 100% controle over. Oh ja? Tuurlijk. Dat dacht ik niet. Ik dacht het wel. Ja? Want ik weet wat ik wil beantwoorden en wat ik niet wil beantwoorden. Dus dat is geen enkel probleem. Dat u nooit antwoorden geeft in interviews waar u van tevoren had gedacht, dat wil ik niet. Nee, klopt. Ja. Ik vind interviews ook echt niet eng. Nee. Is het een noodzakelijk onderdeel van uw werk of vindt u het leuk? Het is absoluut nodig. En zeker in deze tijd. Al vechtend tegen de grootste criminelen die er zijn. He, de criminelen in maatpak. En ik wil ook natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om dat nog eens te benadrukken, dat de tabaksproducenten wat mij betreft aan de hoogste boom moeten. Waarvan akte? Waarvan akte? Is er nou iemand van die zegt, als we die maar niet gevraagd hebben? Nee, ik zat vanochtend even na te denken. Ik hoop dat er een hater komt. Iemand die mij haat. Echt waar? Ja, dat hoop ik. Okay. Dat hoop ik. En schiet u nog bepaalde namen te binnen? Of? Ik denk, maar dat is invullen, want ik weet het natuurlijk niet zeker, want ik heb nooit met de man gesproken. Maar ik denk dat Theo Hiddema mij behoorlijk irritant vindt. En ik denk dat Leon de Winter mij ook behoorlijk irritant vindt. Ja. En beperkt u zich nu tot een kort lijstje of kunnen we daar een avondvullend programma van maken? Nou ja, er zijn nog wel wat meer mensen die mij behoorlijk irritant vinden, ja. Ja. Ik heb er eentje, en dat is echt tegen alle protocollen in van dit programma. Dat wil ik u toch niet onthouden. We hebben Bram Moskowitz gebeld. Oh, dat dacht ik al. Ja. 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 En die had daar vast geen zin in. Nee. Nee, dat dacht ik ook al. Ik zeg het omdat het zo'n legendarisch antwoord was dat ik het u niet wil onthouden. Ik belde hem op en ik zei, meneer Moskowitz, we hebben Benedicte Fiek te gast. Ik wou het programma een beetje uitleggen. Hij kende het programma al. En toen zei hij, onderbrak hij mij en toen zei hij, ik wens op geen enkele wijze mee te werken aan een feestje rondom mevrouw Fiek. En ik wou wat zeggen. Komma, zei hij. Maar als u in de toekomst een programma rondom mij wil maken en mevrouw Fiek wil uitnodigen, is ze van harte welkom. Ja. Zo. Nou, een leuk antwoord. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Ja. Ik vind het toch spannend, want u geeft aan dat, kijk, ik kan me voorstellen, kijk, als je zegt je hebt een inhoud waarvan je weet over welke inhoud je wordt geïnterviewd. En dan maakt het misschien niet uit door wie. Maar nu weet u ook niet waar u over geïnterviewd wordt. En toch zegt u, ik maak me geen enkele zorgen, ik blijf altijd... Ja. Nou, maakt me echt niets uit. Nee. En dus er zijn dingen waar ik niks van weet. Nou, dan weet ik er niks van. Punt. Oké. Okay. Dus zo simpel is dat. Ik denk dat we een mooi trio voor u hebben klaarstaan. Ik ga u niet langer in spanning houden. Ik ga u begeleiden naar de operatiekamer. Ik mag daar niet komen. Daar mag u wel komen. En laten we die kant op gaan en dan gaan we beginnen. Ja. Let u op. Gaat u mee? We gaan daar zitten. Dan krijgt u zo direct een koptelefoon op. We begrepen dat u fan bent van Charles Aznavour. Onder andere. We hebben daar een kleine afgeleide van gepakt. Te weten, Canadese rock Arcade Fire. Ken ik niet, maar lijkt me heel spannend. Ik zou zeggen, laat u verrassen. U zet de koptelefoon op. Want nu? Nou, ik ga u nog één ding vertellen. Op dit moment zitten dus in dit gebouw 3 interviewers klaar. Onder andere Bram Moskowitz. Die is er echt niet. Meer zeg ik niet. Ik zou zeggen, zet de koptelefoon op en we zijn later bij u terug. Ja. Goed. Dames en heren, dan gaan wij nu deze kant op. Want dit is het moment waar we natuurlijk vrij lang op gewacht hebben. Dus, ik wil even checken. Ja? Oké, dat is heel goed. Ja.
Goed, dames en heren, als het goed is, want ze moeten dus een kleine wandeling maken uit het gebouw naar deze deur. En als het goed is, gaat er nu direct een deur open. Dat is ook razendspannend voor mij. Ja, dat is een signaal dat ik nu krijg. Dit is het moment dat ik de drie journalisten aan u ga voorstellen. Dames en heren, de eerste. Misdaadjournalist Puur Sang, Nieuwe Revue, Panorama, AT5, Telegraaf, WNL. Maar bovenal bekend van het spraakmakende boek Mokromafia. Dames en heren, Wouter Laumans. De tweede is columnist van de Volkskrant. Maakte spraakmakende interviews van onder andere de Linda, de Vogue en het Parool. Dames en heren, Eva Hoeken. Ja, de derde is een conculega. Verdere introductie overbodig. Gerard Spong. Zo. Hoe is het weer hier? Licht gespannen. Licht gespannen? Ja. Ja, dat geldt alleen voor haar. Ja. Maar wel een uitdaging. Ja, zeker. Mevrouw Fiek zegt dus, ze heeft nog nooit iets gezegd wat ze van tevoren had bedacht dat ze dat niet wilde zeggen. Lijkt me een uitdaging. Ik denk ook niet. Ik koester ook niet de illusie dat ik er straks smekend van genade op de knieën kan dwingen. Nee, daar ben je wel voor uitgenodigd, maar goed. Ja. De procedure is eigenlijk als volgt, heel simpel. Ik wil nu van jullie weten, en vooral deze mensen hier, wat jullie gaan doen, wat jullie aanpak is, strategie en vooral de doelstelling. Ik ga de volgorde zoals we ook opgaan zo direct beginnen. Dus Wouter, begin bij jou. Wat ga je doen? Ik wil het met haar hebben over de toch soms wat ambivalente houding ten aanzien van mijn beroepsgroep, de media. En dat komt eigenlijk een beetje voort uit mijn eigen ervaringen. Soms bel je Benedicte en dan is het, hey, hallo, wat leuk dat je belt. En dan krijg je een allerhartelijkste uitleg van een zaak waarin je helemaal te horen krijgt hoe zij het ziet. En dat justitie er toch echt naast zit en dat haar cliënt zeker wel onschuldig is. En de andere keer dat je belt, dan krijg je de koude Fiek. En die zegt van, nee, daar ga ik niks over zeggen. En nee, geen commentaar. Nou, dag. En ik ben benieuwd hoe zij dat ziet. En jij kan er geen lijn in, want het is gewoon grillig, vind je het? Nou, ik denk wel dat daar een lijn in zit. En dat is de lijn, het belangenspel wat daarachter zit. Ik heb ook de verdedigers gekeken, de drie afleveringen nu. En daar zie ik de zonnekoningin van kantoor Fiek. Die natuurlijk een warme moederkloek die haar kantoorgenoten begeleidt en helpt. En een fles wijn opentrekt als het moet en steun geeft. Ja, en ik denk dan toch van, wat is nou echt en wat is nou geregisseerd aan dit beeld? En jij vermoedt dus, en dat is jouw doelstelling ook, om daar een soort inconsequentie in te vinden. Ja, ik denk dat er natuurlijk gewoon, dat ook een spel is. Hè? Het spel met de media en dat spel de ene keer hard gespeeld wordt en dat spel de andere keer zacht gespeeld wordt. Over een spel gesproken, dat is een gesprek, een interview natuurlijk ook voor een deel. Wat voor een aanpak heb je? Is het een confrontatie-interview of wil je er misschien wel verleiden tot inzichten? Ik ga aan de hand van een aantal fragmenten ga ik vragen hoe zij dit nou ziet en leg het me uit. Dat is vrij open, want ik denk dat als je de confrontatie met mevrouw Fiek aangaat, dat ik vermoed dat niet zo heel veel zin heeft. Wanneer is het dan voor jou geslaagd? Dat vind ik een moeilijke vraag, maar ik denk dat het dat als zij zelf misschien toegeeft dat hoe ambivalent zij erin staat en soms ook hoe opportunistisch. Hè, de ene keer is het wel handig, de andere keer niet. En eigenlijk naar gelang de advocaat, of in dit geval dus dan mevrouw Fiek, uitkomt. Maar plat gezegd, dan zeg je dus eigenlijk ook dat ze misschien vaker het spel wel degelijk verder meespeelt dan dat ze feitelijk wil doen geloven. Ja. Helder. Spannend. Benieuwd. Even Hoeken, als tweede zo direct. Wat ga je doen? Ik heb ook de verdediging gekeken. Twee afleveringen. En ik ben heel erg benieuwd. Daarin zet ze dus inderdaad zichzelf en haar kantoorgenoten neer als hardwerkende, leuke, eerlijke, frisse mensen met het hart op de goede plek. Fietsend door de stad en no-nonsense. Ja, mijn vraag is natuurlijk, welk beeld wil zij van zichzelf neerzetten
in die serie. En dan ga je ervan uit dat, ze bewust bezig is met een beeld van zichzelf. Ja, zonder meer. Okay, zonder meer. Okay. Ja, dat lijkt me wel. Okay. En hoe verhoudt die ijdelheid, wat het natuurlijk toch is, zich tot haar verwijt naar andere advocaten? Namelijk diezelfde ijdelheid. Hè? Want daar wil ze allemaal, dat vindt ze met name de Hiddema's en de Moskowitz, nou, dat hebben we net al kunnen horen. Ja. Dat vindt ze werkelijk afschuwelijk. Maar zelf is ze natuurlijk ook een BN'er geworden en wil ze zich graag laten zien. Dus ik ben benieuwd wat ze daarvan gaat zeggen. Waarbij ik overigens ervan uitga dat ze niet per se gaat toegeven dat het zo zit. Want je wil natuurlijk niet zeggen dat je ijdel bent. Ja. Maar als je zegt, je wil dus een moreel hoogstaand kantoor zijn, dus ook netjes je gedragen. Ja, nou ja, daar zijn wel wat gaten in te schieten natuurlijk. Ja? Ja, dat lijkt mij wel. Tenminste, je hebt te maken met een... zij wil een beeld van zich neerzetten. Maar nu geef ik alles al weg. Dus dat is het idee. Tegelijkertijd verdedig je dus mensen als de bandido's en Dino Soudel. 90% van de mensen thuis denkt dan van waar ben je mee bezig? En dan deug je toch niet of dan sport wel niet. Ik kan me voorstellen dat ze daar gek van wordt van dat feit en dat ze daar dus iets mee wil. Dus dat ze dus iets wil doen zodat mensen haar... Ja, toch wat meer tegen de boezem gaan drukken. Dat vind ik ook nog even weten qua aanpak. Als ik jouw interviews ook wel eens lees, dan heb jij een vrij grote gereedschapskist. Je kan confronteren en verleiden. Ja, we gaan zien wat nodig zal zijn. Nou ja, ik maak me dus inderdaad net als Wouter geen illusies dat zij makkelijk mee gaat praten. Als dat dus niet werkt, en als ik op een gegeven moment denk, nou ja goed, dit houdt op. Dan ga ik ook over een andere boeg, dan ga ik over een persoonlijk leven beginnen. En dan, dat is altijd moeilijk en lastig. Ik weet zeker dat ze dat lastig vindt. En wat zij zegt dat ze helemaal in controle is. Maar ik denk dat ze dat heel spannend gaat vinden als ik vraag waarom ze verliefd op haar vrouw is geworden ooit. En wat is het moment in het interview dat je zegt, ik voel dat ik niet verder kom en ik klap hem zo over de andere boeg? Ja, als je 4 keer hetzelfde hebt gevraagd op een andere manier en het wil niet en het lukt niet. Ja. Maar je zegt dus ook, dus eigenlijk als het gesprek wel zo loopt, als je zou willen, dan heb je misschien niet eens nodig om alsnog over de persoonlijke... Nee, en dat is natuurlijk jammer. Je hebt maar 10 minuten de tijd, meestal. 12. Ja, 12. Nou ja, kun je in ieder geval... We gaan kijken of we het allemaal kunnen vragen. Spannend, leuk. Ja. Meneer Spong, als derde en als laatste. U wordt heet trouwens in dat rijtje van die glamour-advocaten, hoewel toch iets glamoureus toch wel over zich heen... Glamour? Daar wordt het. Oh. Toch enigszins, toch? Nou, maar ik ben het. Ik zag u bij het woord ijdel helemaal achter in de bank wegzakken. Ja, nee, ik ben helemaal niet glamour. En ik ben me ook er niet van bewust dat mensen mij voor glamour houden. Stel je eens voor. Nee. Maar ja. Hoe is uw relatie met mevrouw Fiek? Buitengewoon warm. Buitengewoon warm. Het is niet zo dat we lovers zijn. Maar we mogen elkaar heel erg graag. En ik heb haar ook als advocaat zeer hoog zitten. Ik vind het een fantastische advocate. En we hebben ook altijd ontzettend veel... We hebben dezelfde humor, kunnen om dezelfde dingen lachen. Dus ja, dat gaat wel goed. In hoeverre gaat u uw persoonlijke relatie ook inzetten in het interview? Dat doe ik nooit. Oh? Ook niet met mevrouw Fiek. ik probeer haar een beetje als een advocaat een getuige ondervraagt. Tak, 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 tak. Snel, geen gelul, geen gezeik. Ik heb een paar vragen... En dan ze moet vooral niet de ruimte krijgen om al te zeer uit te weiden. Want dan neemt zij de lead. Ja. En dan zijn 12 minuten voorbij. Ik heb eigenlijk 2 items waar ik haar mee wil confronteren. Of 2,5. En het eerste item gaat inderdaad over het roken. Maar hoe kan ik haar nou betrappen op een lichte... Misschien inconsistentie ten aanzien van het roken. Want we hebben zo net gehoord dat ze zegt dat ze die tabaksproducenten aan de hoogste boom wil hangen. En ik ben benieuwd of ze dat ook met haar eigen kantoorgenoten wil doen. Want dat zijn vervente rokers. Ja. Staffers. Ja. En, maar die zijn dus niet, schuld, die zijn slachtoffer volgens haar. Nou, hallo. De meerokers zijn de slachtoffers van haar rokende kantoorgenoten. Dus ja... Het drosteneffect in dat kantoor. We moeten wel gelijk blijven. Dus als ze die tabaksproducenten aan wil opknopen... moet ze dat eigenlijk ook met haar kantoorgenoten doen. En ik ben benieuwd hoe ze daar tegenover staan. Maar ja, hoe krijg je dat er nou uit? En ik heb bedacht... ik stel haar als eerste vraag of zij voor of tegen euthanasie is. En dan zegt ze natuurlijk voor. Want zelfbeschikkingsrecht. Maar ja...
Een roker heeft ook een zelfbeschikkingsrecht. Ja. Ja? Wat ik heel spannend aan het onderwerp vind, zeker als we haar natuurlijk al gehoord hebben, de bevlogenheid waar ze mee praat. En u wilt over een onderwerp waar ze heel graag breed uiteen wil zetten. Ja, nee, wilt u haar kort gaan houden? Ja, dat moeten we kort houden. Dat is, vertrouw mij dat maar toe. en het tweede item is, ik ga ook verder geen echte juridische dingen aansnijden. Maar het tweede item is, ik wil haar toch vragen, want ze heeft het ook een beetje steeds over maatpakken, hè? We hebben zo net maatpakken gehoord. Ja, en, ik hou van maatpakken. Ik zal geen reclame maken, zeggen van welk merk en zo. Maar zij heeft ook, ik ga haar proberen te bereiken via het item make-up. Zij heeft, heb ik zo net gezien, beetje make-up op. En ik ben benieuwd waarom zij make-up gebruikt. Is dat om bijvoorbeeld zichzelf te verfraaien, de werkelijkheid te verfraaien? Hè? Of is het gewoon om andere mensen te behagen? Ik vind dat het allemaal raar interessant, maar ik denk dat, en dat allemaal in 12 minuten heb ik wel achter iets. Ja, nou ja, daar moet het kort, want ik wil er uiteindelijk confronteren met een uitspraak van een vrouwelijke advocaat, Gabri van Diem, gisteren in de Volkskrant, die zegt dat strafadvocaten, dat ze het heel kwalijk vindt als strafadvocaten cliënten adviseren om niet mee te werken in een kliniek om ten einde een TBS te vermijden. Ze vindt dat wij Gabri van Diem, hè, dat wij de morele verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving toe om die cliënten wel te laten meewerken en het advies te geven wel mee te werken. Nou, dat vind ik natuurlijk een razend mooie vraag om af te sluiten. Mooi. En dat probeer ik wel via de make-up te doen. Dat begrijp ik. Een hele spannende onderwerp. Let u op de tijd, het enige wat ik u nog wil adviseren. Het is zover. We gaan ons klaarmaken, Wouter. Mag ik mee? Ben je ja. zover? Kom je even hier staan, in mijn dode hoek? Ja, ja. Ja, doe de muziek maar uit. Ja? U bent zover. Ja. Mevrouw Fiek, met vol trots presenteren we onze eerste interviewer, misdaadjournalist Wouter Laumans. Hallo. Gaan we voetballeren of tutoyeren? Tutoyeren, goed. Nee, helemaal geen probleem. Eigenlijk voordat ik ga beginnen wilde ik naar een kort fragment kijken. Oké. Ik heb niet een haat-liefde verhouding met de camera, maar ik heb een haatverhouding met de camera. Prachtig, prachtig. Benedict Fiek, ja, ik ga ze even noemen, partner en dus naamgever. Ik zou hem niet kiezen als mijn advocaat, nee dat klopt. Dat is goed recht van mevrouw Fiek. We gaan eerst over een andere juridische kwestie praten, dat doen we met Benedict Fiek en dat heeft te maken met Jan-Dirk Paalberg. Hoe gaan advocaten doorgaans met elkaar om? Nog dit jaar, ja. Oké, daar zien we dan erg naar uit. Dank u wel. Een haatverhouding met de camera. Functioneel. Ja, functioneel. Hoe moet ik dat zien dan? Als het nodig is voor de zaak, dan doe ik het. En in hoeverre zijn al deze dingen nodig voor de zaak? Is dat de zaak? Bedoelt u dan de strafzaak of bedoelt u de winkel? Als ik niet een meerbelang zie voor de zaak waarin ik optreed, doe ik het niet. Oké. En het is een beetje flauw om het te zeggen, maar ik weiger ook heel vaak. Ja, dat weet ik uit eigen ervaring. Ja, Oké, dus nu is dan de verdediging op televisie. Ik heb drie afleveringen gekeken van de Real Life Soap. Ja. Waarom toen wel? Tabak. Tabak, dat was... Als dan zo'n aflevering op tv is geweest, als ik op tv ben geweest of als iets wat ik gemaakt heb op tv is geweest, kijk ik volgende dag altijd naar de kijkcijfers. Doe jij dat ook? Nee. Nee? Nee, echt niet. Ik hoor het wel van mijn kantoorgenoten, ja. Maar ik kijk er echt niet naar. Ik weet wel dat voor die tabakzaak ieder moment, ieder publiciteitsmoment, zelfs vandaag, gewoon belangrijk is. Ja. Ja. En bij die verleiders, hè, wat zijn de afspraken geweest die er van tevoren gemaakt zijn? De verleiders? Die verleiders, de verdediging. Oh nee, in de tabakzaak hoop ik een verleider, maar de afspraken? Ja, met de verslaggevers. Met de verslaggevers. Ja. Zij zijn de baas van de beelden. Wij zijn uiteraard gebonden aan onze geheimhouding. Ja. Nou, in die tabakzaak was het natuurlijk heel makkelijk, want daarin
is het belang van de zaak alles, maar dan ook echt alles naar buiten brengen. Ja. Dus ik had geen enkele afwegingsproblemen in die zaak. Alles mocht meegekeken worden. Ja. En in de andere zaken van mijn kantoorgenoten zijn natuurlijk op dat vlak strikte afspraken gemaakt. Maar zij hebben daar niet in hoeven in te grijpen, omdat ze nooit meer prijs gaven dan wat mocht. Ja, oké, okay, maar is het zo dat jullie hebben als kantoor, hebben jullie, neem ik aan, ook overleg gehad, al dan niet met een fles wijn in de kamer boven of zo? En hebben jullie gezegd, jongens, ja, deze drie zaken, dat is goed voor ons, die presenteren wij in dit programma. Want nou, wij vooral wilden, wij wilden niet, het accent wordt nu, kijk, voor de tabakzaak ligt het accent op de zaak. Ja. Voor de andere zaken had Nico Meijering en Chris Vlokstra, die wilden. Dat is met de zaak Dino Sorel. Ja, dat is de zaak Passage. Die wilden ook met name de kroongetuigenregeling aan de orde kunnen stellen. En in de andere zaak was er een belang van het recht trekken, een beetje van de publiciteit die er was geweest. Ja, ja. Maar het gaat ook met name in die docu om eens te laten zien hoe advocaten ook kunnen zijn. En dat je dus niet alleen maar met je Ferrari naar kantoor gaat in strafzaken. Dat doet bijna niemand meer. Nee, maar goed, dat vonden wij ook een belang. Ja, ja, maar in die zin heeft het kantoor natuurlijk dus wel behoorlijk de regie gehad in van dit willen wij ermee. Nou ja, uiteraard zouden wij hier nooit met de makers in zee zijn gegaan als dat niet zou voldoen aan onze wensen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus ze hebben niet carte blanche gehad van jongens, kom maar binnen, volg ons maar. Nee, tuurlijk niet. We zijn advocaten. Ja, ja. Ja. Oké, okay, goed, dat is duidelijk. Nee, dat kan niet. Nee. Ja, ik wil het hierover hebben. Eigenlijk over de verhouding van Benedict Fiek met de media. Mm. En dat komt eigenlijk door een persoonlijk verhaal van mij. Ik zat ooit bij de zaak Badr Hari. Ja. En toen, ik heb de pleitaantekening nog bij me. Toen was de eerste zin, en dat was op 2 november 2012. Media geven nooit de werkelijkheid juist en of volledig weer. En toen voelde ik mezelf een beetje aangesproken. Ja, dat kan me voorstellen. Maar dat is natuurlijk een feit. En dat weet jij ook. Oh, dat blijft. Nee, maar ik bedoel, de media die pikken er altijd. Kijk, de roddelmedia die pikt het aspect Badr Hari. God, hoe heet ze nou ook alweer met de Estelle. Oh, Estelle. Ja. En Gullit eruit. Ja. En de serieuzere media die hebben er weer andere aspecten uitgelepeld. Maar ja, die zaak die is natuurlijk toch een beetje uit zijn voegen getrokken, mede door de berichtgeving in de media. En dat had ook zijn weerslag zelfs op het onderzoek. He, er werd bijvoorbeeld, er waren telefoontaps, die zijn ook allemaal op de zitting aan de orde gekomen. En die telefoontaps, ja, dat was een verzameling van 9 ordners pikante privégesprekken die gelukkig op kantoor alleen maar zijn blijven liggen. Maar dan denk ik van justitie, waarom tappen jullie, ik snap wel dat ze tappen, maar waarom werken jullie dit allemaal uit? Ja. Dus het heeft ook echt zijn weerslag gehad in die zaak. Ja, want ik heb daar ook een fragment van jou, toentertijd. Nou. Ja. Gebeurt niet echt. Fragment 2. Maanden geschreven over mijn cliënt Badr Hari. Daar is een soort monster van gemaakt. En ik vond het ontzettend belangrijk om vandaag de zaak terug te brengen tot de proporties waar die hoort. John, als wij de advocaat van Badr Hari mogen geloven, dan ben jij de schuldige hieraan. Ja, het ontbrak er nog aan dat ik hem de trappen heb gegeven in de schoppen, waardoor het slachtoffer bijna invalide is geraakt. Dus waarom denk je dat iedereen hem als een soort monster wil neerzetten? Nou, dat vind ik ook heel fascinerend dat zo op die manier is gebeurd. En ik vraag mij ook af waarom. Ja, ik voel me nog als ik die opname zie. Dat was na een hele heftige zittingsdag. En ik zie dat ik, terwijl ik bijna strompelend sprekend die laatste zin eruit pers, zie ik mezelf nadenken en ook niks zeggen. Dus dat is. Dit zijn wel vermoeiende cameramomentjes. Ja, nou, daar ging het me natuurlijk niet om. Ja. Ik zag je ook de ogen ten hemel slaan toen John van den Heuvel in beeld kwam. Ja, John van den Heuvel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het oppompen van de zaak. Ja, en dat is niet de beroemdheid van meneer Hari geweest.
beroemdheid en de aandacht die hij heeft gekregen als verdachte in een strafzaak liep niet hand in hand. Zou u hem, en dat is even hypothetisch, zou je hem in, even hypothetisch in zo'n geval kunnen zeggen van, nou Badder, er is zoveel media geweld geweest. Ga dan maar zitten ergens en vertel je verhaal. Want dat doe je bijvoorbeeld bij die mensen van de tabaksindustrie. Hè, dat hebben we gezien in de verdediging. Ga maar bij Umberto Tan zitten. Hij is volgens mij een uur bij Umberto Tan geweest. Maar even los daarvan. Deze man die werd zo gehaat in die periode. Ja. En dan niet door, door iedereen, maar door een bepaald deel van Nederland. Ja. Dat onmogelijk leek voor ons. En dat we dachten van nou weet je, we wachten wel tot de storm voorbij is. Wanneer zou je dat wel aan een cliënt adviseren? Dat hangt er helemaal vanaf. Soms, kijk, als je denkt dat de kansen aanwezig zijn dat je weer enig evenwicht kunt brengen in de berichtgeving en de ernst en de aard van de berichtgeving. Ja. En als je denkt dat daar een slagingspercentage aan vast zit, dat aantrekkelijk is, dan doe je dat en anders niet. Ja, er zijn advocaten die natuurlijk zeggen, als het in het belang is van mijn cliënt, hè, dan zou ik dat kunnen overwegen en dat kunnen adviseren en dat ook doen. Is dat iets wat jij... Tuurlijk, kijk, in sommige zaken, ik heb het natuurlijk vaker meegemaakt dat er veel media-aandacht was in een zaak, maar soms dan loop je achter de feiten aan. Kijk, als de politie de media al heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld van de aanhouding of de aanstaande aanhouding van een cliënt, en op de voorpagina in chocoletters wordt de toon al gezet op de voorpagina, dan loop je al 1-0 achter. Dan loop je al achter. Vraag me ook trouwens af hoe het met Ajax Feyenoord op dit moment is. Maar dat is weer een heel ander. Ik wil even naar het volgende fragment. Oh. Sorry? Volgende fragment. Ook daar? Nou, ik begrijp heel goed dat die mevrouw geschoten heeft. Die, of de man werd bedreigd, of zijzelf, of de goederen. Maar ik persoonlijk geloof niet dat het noodweer is geweest. Dus? Hoe weet je dat? Nou, bijvoorbeeld, in mijn idee is dat er twee jongens binnenkomen. Of die slaan gelijk de vitrines in met de veronderstelling van er is niemand met een wapen binnen. Dus die worden in hun rug geschoten. Of er is er eentje die komt met het wapen binnen en die ander staat naast hem. Die richt op die vrouw. Die vrouw die richt op die jongen, die schiet die jongen neer. Dan lijkt mij dat die jongen die ernaast is, die geeft zich of over of die duikt weg. En dan weet ik niet meer wat de dreiging vanaf zijn kant is. Ja. Benedikt Fick, advocaat. Hoe keken we naar de hoofdofficier van justitie? Ik vond dat hij erg snel was in wat hij zei. Want mijn ervaring in... allerlei zaken waarin er een dodelijke schietpartij is geweest, dat is dat je er altijd van uitgaat dat alle scenario's open liggen. Ik heb dit fragment gekozen omdat ik het opmerkelijk vond. Dit gaat over een schietpartij die is geweest bij een overval in Deurne. Mm-hmm. Daarbij heeft een juwelier twee overvallers doodgeschoten. Mm-hmm. U stond de nabestaande van die overvallers, bij. Mm-hmm. Van die doodgeschoten overvaller? Van die doodgeschoten overvaller. En vervolgens zit er een cliënt van u, namelijk schilderijenrover Okkie, bij... Nu bekend als schilderijenrover Okkie. Nu bekend als schilderijen, zit bij Pauw en Witteman. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat is nou zijn belang om daar met jou te gaan zitten? Ja, moet ik even teruggaan, want dat was er ongetwijfeld. Maar wat dat precies was, ik weet het niet meer precies. Dat was in ieder geval een invalshoek. Ja, ik ga raden. Ik weet het niet meer precies. Het is natuurlijk ook niet... Het is een fragment. Ja. Het is dus niet... Het is uitgebed uit de context waarin wij daar zijn gaan zitten. Maar er was een belang en ik weet het niet meer. Nee, oké, goed. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen van... Wat is nou het belang? Wiens belang dien je dan eigenlijk? Nou ja, kijk. Ik weet wel dat de discussie op dat moment was... Hoe kun je Openbaar Ministerie, die kwamen geloof ik een dag na het overlijden van de overvallers, kwamen ze naar buiten, het is noodweer, een persverklaring. En strafrechtadvocaten, maar iedereen die in het strafrecht werkt, weet dat er veel onderzoek nodig is om daar überhaupt stevige uitspraken over te kunnen doen. En wellicht dat Octaaf Durham, nu ook bekend onder die naam, dus vandaar dat ik ook de naam noem, dat hij ook
iets gehad heeft met een noodweerzaak. Dat denk ik. Ja, dat is ik moet het hier afronden. Dat is Wouter Laumans. Ja. Te kort. Okay. Dankjewel. Neemt u een slokje? Ja. We zijn klaar voor de tweede ronde. Ja hoor, prima. Ja. Ze schreef voor het Parool, doet het tegenwoordig als columnist voor de Volkskrant. Onder andere ook de Volk en de Linda. Okay. Journalist Eva Hoeken. Okay. Hallo. Hi. Dag, ik ben Eva Hoeken. Nou, leuk. Leuk. Ja. ook wij zitten thuis te kijken naar de verdediging. Mm-hmm. En af en toe oorna roepend en dan weer knarsetandend, zoals dat met een goede serie gaat. Ik las in de krant dat u, een van de redenen, u zei juist dat het ook om de tabaksindustrie, die zaak aandacht te kunnen geven. Maar het was ook, begreep ik, om korte metten te maken met het beeld dat de advocatuur eigenlijk het domein is van mannen in maatpakken, in Jaguars en de glamour boys. Nou, gewoon om te laten zien, wat is ons werk? Het is gewoon een vak. Ja. En hoe belangrijk het ook is dat strafrechtadvocaten bestaan als je verdachte bent. En om ook het snoeigedrag van de overheid, om daar een beetje op te anticiperen en te laten zien wat strafrechtadvocaten doen. Het is een belangrijk onderdeel van de keten van de strafrechtspleging. Daarvoor moet u zichzelf dus laten zien. En daar heeft u dus een ambivalente houding tegen. Of die mannen hebben namelijk de naam dat ze zich allemaal zo makkelijk laten zien. Maar u bent natuurlijk onderhand ook een hele, of in ieder geval een halve BN'er. U schrijft natuurlijk aan bij RTL, Late Night, bij De Wereld Draait Door. U laat zich, daar moest ik erg om lachen, u laat zich voor de website foto opmaken door Patricia Steur. Ja, die we kennen niet van, hoor, maar ik moet eerlijk wel zeggen. En zij is, zij maakt hele mooie glamour foto's. Ja. Hoe werkt dat dan? Want u moet dan wel en u, u kunt dan wel zeggen van ik vind dat niet zo leuk, maar ja, je staat er toch maar mooi op. Ik vind dat er een aantal redenen zijn waarom ik heb het in het eerdere interview ook gezegd. Mm. Kijk, in die tabakzaak is het super belangrijk dat ik een kop heb die gekoppeld gaat worden aan die zaak. Ja. En dat als er iets over wordt gezegd, dan zien ze dat hoofd van mij, dan denken ze meteen aan tabak. Als iemand een sigaret ziet, wil die meteen roken. Als ze mij zien, dan denken ze meteen, stop. Ja. Dus dat vind ik een belang. Als het goed is. Ja, dat vind ik een goed belang. En daar sta ik ook helemaal achter. En, Dat is daar zijn ook andere wegen natuurlijk voor. Maar wij zitten al jarenlang in het strafrecht. Als er iets stoms wordt gezegd over het strafrecht, dan heb je ook wel eens de neiging om daar in het openbaar iets over terug te zeggen. Ja. En als je een bepaalde ervaring hebt in het strafrecht, is het ook niet verkeerd als een vrouw dat zegt. Want daar zitten alleen maar mannen in die praatprogramma's. Dus u moet dus wel. Ik moet wel. Ik vind het belangrijk dat vrouwen beseffen dat ze hun mond mogen openen over de dingen waar de mannen ook de hele dag over zitten te kletsen. Dus dat en dat, vind ik, en dat, dat, vind en dat ik gaat u goed af. Want we zitten in de serie wordt een beeld geschetst van een hardwerkend, nogal sympathiek kantoor. Hè, fietsen door de stad, af en toe een wijntje. Eerlijke mensen werken voor de goede zaak. Tegelijkertijd verdedigt u de belangen van mannen als Dino Surel, de bandido's. Dan heeft u voor heel veel mensen. Maar goed, dat doet er niet toe, die had ik. Voor heel veel mensen heeft u dan de schijn tegen. Ja, dat is ontzettend kortzichtig natuurlijk. Want, maar heeft u behoefte dan om dat beeld recht te zetten? Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen beseffen dat ze iedere dag in dezelfde positie terecht kunnen komen. En hoe belangrijk het is dat er dan gewoon strafrechtadvocaten zijn die hen exclusief er alleen maar zijn. Maar niemand betwist het bestaansrecht van een strafrechtadvocaat. Ja. Waar natuurlijk waar mensen grommend van televisie zitten, is omdat je belangen behartigt van mensen waarvan 95% van de mensen thuis zeggen van dat is een boel. Want ze denken. En die tuurlijk, maar heeft u mee te maken, met die aanname. Maar het is juist belangrijk dat je mensen ervan doordringt. Mm. Dat mensen verdachte zijn totdat ze zijn veroordeeld, bla bla bla. Dat kent iedereen wel, dat praatje natuurlijk. Ja, precies. Maar dat je ook de strafrechtadvocaat als een vakman of vakvrouw ziet die
probeert dingen te vergoeilijken, maar die een verdachte helpt waartegen de staat zich op dat moment keert. Maar dat dus snapt dat, iedereen. Ja. Waar het om gaat is toch... Maar moet je het dan niet doen of zo? Nee. Helemaal niet. Maar u heeft wel te maken met vooroordelen. Precies. Ja. En het kan, maar die zijn er om omver te... daar is ook deze serie geschikt voor, neem ik aan. Zien van... Ik hoop het. We zijn wel degelijk leuke mensen. En, of niet? Nou ja, het is leuk als ze dat vinden. Ja. Maar ik denk, als ik de serie zie, we zijn daar wel echt onszelf. Het is niet zo van, we gaan meewerken omdat we zo hopen om leuk gevonden te worden. Dat vinden we gewoon, heel eerlijk gezegd, daar hebben we niet eens bij stilgestaan. Want we worden helemaal niet zo leuk gevonden. Dus, misschien nu met de zaak tegen de tabaksindustrie heeft u kans op... eigenlijk is dat niets dan lof, hè? Dat is echt de goede zaak. Maar ziet u hoe het werkt? Mm-hmm. Dat als de zaak als positief wordt ervaren, tuurlijk, dan wordt de advocaat daarin meegezogen. Ja, snap ik. Nou, en dat zijn twee losse dingen, maar het heeft ermee te maken. Ja. Niemand die tegen u gaat zeggen van, die fiek, waar is die mee bezig? Ja, de roker die zijn lekkernij afgepakt ziet. Nee, want die de roker, hoop ik... Of juist niet. Maar dat bedoel ik, juist het is niet. Unaniem. Had u ook behoefte aan een goede zaak waarbij iedereen gewoon de handen op elkaar doet? Ik moet zeggen, het voelt wel anders. Ja. Maar... Maar het is niet zo dat ik er naar op zoek was. Helemaal niet. Want deze zaak die is me ook overkomen. Ja. Wanda de Kanter, die activistische longarts, die een enorme rol speelt in deze zaak. Die is met deze doodzieke Annemarie van Veen gekomen. Ja. Om te kijken of we hier strafrechtelijk iets mee konden doen. Ja. Het is niet zo dat ik dacht van, oh god, heerlijk, nu komt er een fase dat mensen me aardig vinden of het is een goede zaak. Ik kan me niet voorstellen dat u dat niet heeft gedacht van, dit is een fijne zaak. Nee, want het is natuurlijk een fijne zaak. Het is een Robin Hood-achtige positie die u nu in kunt nemen. Dat is anders dan... Nee, maar ik zal het uitleggen. Kijk, ik sta dus heel veel mensen die verdacht worden van moord en doodslag bij. Dat is gewoon een feit. Uh-huh. Die mensen die worden altijd vervolgd. Die krijgen altijd een loeizware straf. En de tabaksproducenten die een vergif hebben ontwikkeld en er alles aan doen om de sigaret zo verslavend mogelijk te maken, waardoor mensen, echt een ongekend aantal mensen per week, 385 per week, dames en heren, ongelooflijk, dat die sterven, dat zij ongemoeid gelaten worden. Dus die ongelijkheid vind ik zo onverteerbaar dat u daar iets mee wil. Dat is duidelijk. Ja. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik heb een verslaafde man. Ik hoop dat u het zult. Nou, maar dan een uurtje langs van me. Ja, dan vertel ik hem wel eens het een en ander. Er is één kant, ik heb twee afleveringen gezien, er zijn er vier. Er is één kant die onbelicht blijft en daar heeft u ongetwijfeld een reden voor. De persoonlijke kant. Van de advocaat? Nou, van u als mens, als moeder, als... Ik zit daar niet als mens. Nee, dat klopt, ja. Maar ik ben zo nieuwsgierig, hè? Ik ben zo nieuwsgierig. En dan ga ik u toch wat over vragen. En dan mag u zelf zeggen. En dan kunnen we beperken tot, bent u een honden- of kattenmens? Wat ik dan ook wel even wil weten. Ik ben een hondenmens. Nou, kijk, dat zegt al iets voor heel veel mensen. Zegt dat vaak al iets. Maar ik moet even... Een tekkelmens. Een tekkelmens. Hoorde ik dat. Ja, dat is weer anders, hè? Een ruwharig tekkelmens. Ja. Zijn dat die de meest eigenwijze? Ja, die zijn het allerleukst. Dus dat klopt, hè? Dus dat honden dan op hun baasje gaan lijken. Dat klopt in dit geval. No offense. Nee. Nee, luister. U bent met Doreen Hermans. Mm-hmm. U bent al heel lang met haar. Jullie hebben samen twee kinderen. Mm-hmm. Waar werd u verliefd op? Ik zou het heel erg leuk vinden om allerlei diepzinnige, leuke privégesprekken te voeren. Maar dat begint hij niet aan, hè? Maar dat doe ik aan de bar, één op één. Ja? Dat ga ik hier niet in de zaal doen. Echt niet. En waarom niet? Is dat too much? Is gewoon privé. Kijk, je hebt privé... En je hebt een beetje privé. Het zou wel kunnen werken, zakelijk. Hè? Nou, werken waarvoor? Nou ja, dan gaan we heel erg van u houden allemaal. Nou, dat hoeft allemaal niet, hoor. Oh, dat hoeft dus niet. Oké, nou, dat is ook een antwoord. Iets wat daartussenin zit. Er is in de verdediging een serie te zien, of een scène te zien, waarin u naar huis fietst. U fietst elke dag van uw kantoor op de... Dat kan ik ook gewoon zeggen. Hè? Ja, tuurlijk, dat is bekend. Ja, naar een onbekend adres ergens buiten Amsterdam. Oké, maar een uur lang fietst u in uw eentje. Ja. Bent u nooit bang? Nooit. Nee. Want, nee? Ik zou niet weten waarom. Nou, ik wel. Met zo'n cliëntele. Ja.
Ja, als u het niet goed doet, dan bent u snel klemgereden ergens in een bosje. En we weten nu met MeToo dat dat vaak gebeurt. Als je nooit iets belooft wat je niet waar kunt maken, zijn cliënten nooit boos. Nee? Nee. Nee. Echt niet. Kijk, als je... Het is wel kwetsbaar, toch? U snapt wat ik bedoel. Je moet heel zorgvuldig met de belangen van een ander omgaan. Ja, oké. Okay, maar tegen ontevredenheid is... onredelijkheid is geen kruid gewassen. Nee, maar als je niks doet en je belooft veel... dan kun je een probleem hebben. En als je veel doet en niks belooft... dan heb ik nog nooit problemen gehad. U heeft ook nog nooit problemen gehad? Ik heb één keer wel een door de war iemand gehad. En wat gebeurde er? Die dacht dat hij met mij getrouwd was, laat ik het zo zeggen. Oh. En hoe uitzicht dat dan, zeg maar? Nee, maar ik ga daar verder geen oh nee, maar u heeft dus toen niet de behoefte gevoeld om dat dus niet meer te doen op die manier. Dus met... Nee, maar dit heeft niets... over te doen op die manier te maken. Dit was gewoon iemand met geestelijke problemen. Ja, die zijn er altijd. Of die kunnen altijd. Die zijn er altijd. Ja. Daarom is ook de media-aandacht voor wat er misgaat. Mm. Kijk, het is natuurlijk zo oud als de wereld... dat er mensen zijn die in onmacht dingen doen. Ja. Dat is niets dat nieuws. En dat zal ook altijd blijven bestaan. Helaas. U wordt 60 in november. Ongelooflijk, vind ik zelf. U heeft dat gehaald. Nee, maar het concept tijd vind ik... Oh ja, nou, dat is, daar wil ik het ook even over hebben, inderdaad. Over tijd gesproken. Ja. Als u nu terugkijkt op 60 jaar leven... wat is de belangrijkste les die u heeft geleerd? Om de dingen, denk ik, belangrijk te vinden die ertoe doen. En dat is? Nou, dat is in ieder geval niet een BN'er worden... Heel goed teruggekomen. Ja. Ja. Wat is belangrijk? Wat is belangrijk? Nou, gezondheid, liefde, een werkplek met mensen van wie je houdt, goede vrienden, familie. Een tackle, een ruwharige tackle. Uiteraard. Ja. Last but not least, twee ruwharige tackles. Of twee. Hoe heten ze? Mag ik dat dan wel weten? Piet en Kees. Ja, schitterend. Bent u de mens geworden die u wilde worden? Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nou, dat is mooi huiswerk. Geef u dan mee. Ja. Dames en heren, Eva Hoeken. Dank u wel. Heel goed. Dank u wel. Nou, nog eentje over de helft zeggen we dan. Oké. Okay. Ready? Daar gaan we dan. Daar gaan we. Ja. Verdere introductie overbodig. Conculega Gerard Spong. Oh, wat leuk. Ja. Nou, wat leuk, Gerard. Hoi. Hi. Als twee hondenmensen, want ik heb ook een hond. Maar niet geen... zo leuke als Piet en Kees. Nou, nu gaan we niet direct zitten kijken welke hond het leukst is. Maar we moeten er snel doorheen. We gaan 10 minuten, hè? Tak, 10 minuten, 12 minuten. Ja. Ben je voor of tegen euthanasie? Ik ben zeer voor euthanasie. Ja, waarom? Ja. Omdat ik vind dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe ze doodgaan. Ja. Ja. Geldt dat dan ook niet voor een roker? Nee. Nee, waarom nee, niet? Omdat de roker niet weet wat er allemaal in zit. En de wil ontnomen wordt om te stoppen wanneer hij dat zelf wil. Staat toch allemaal met koeienletters op zo'n pakje? Dacht ik ook. Ik was 30 jaar verslaafd. Meen je dat? Dan ga je gauw dood. Dat zou heel goed kunnen, dat mijn tegoedbon nog steeds verzilverd gaat worden. Nee. Daar ben ik ook iedere dag... Maar je ziet er fantastisch gezond uit. Dus nou, ik denk niks, dat je het Gerard. Nog lang maakt. Dat zegt niks. Maar dat zelfbeschikkingsrecht van die roker. Als dat nou zo belangrijk is... Ja. Erken je dan ook het zelfbeschikkingsrecht van meerokers? Uiteraard, vanzelfsprekend. De meeroker die wordt ongewild betrokken in een situatie waar hij niet voor gekozen heeft. Maar het zelfbeschikkingsrecht van de roker, daar ga je even net iets te makkelijk overheen. Dus daar wil ik even nog wel iets over zeggen. Go ahead, als het maar niet langer dan 10 seconden is. Oh, ik dacht 10 minuten. Ja. Nee, maar kijk, in die sigaret zit nicotine. Dat is het hoofdbestanddeel van de sigaret. Ja. De tabaksindustrie weet precies wat de ideale dosis is om de roker aan het roken te houden. Want zonder verslaving is er geen gebruik, is er ook geen omzet, is er geen poen. Ja. En in die sigaret zitten ook stoffen die na verbranding werken
als aanjager van een verslaving, als antidepressivum. Ik weet het dat allemaal. Tien seconden zijn voorbij. Ik vind je strijd een hele nobele strijd. Ik was ook eens een keer advocaat van Clean Air. En dat zegt genoeg. Ja. Maar waar het mee om gaat is die meeroker. Ja. Mag ik even een fragment? Dat videofragment, daar gaan we even naar kijken. Herken je deze meneer? Sorry, ik moet even daar kijken. Waar? Oh ja, dat is mijn ontzettend leuke, lieve kantoorgenoot Juriaan Vries. Ja, die rookt. Die is verslaafd. Ja. Die is verslaafd. Ga je die ook aan de hoogste boom ophangen? Ik hang de roker niet op. De roker is slachtoffer. Okay. De roker heb ik in mijn armen gesloten. Maar jouw Juriaan, jouw geliefde kantoorgenoot, die is wel een gevaar voor buiten meerokers. Hij zal niet in de buurt van anderen die niet roken, roken. Dus hij rookt of in de buurt van een meeroker, van een echte roker, maar hij zal niet andere mensen daarmee lastigvallen. Hebben jullie daarover gehad op kantoor? Daar hebben wij over gesproken. Hij is verslaafd. Ja. Hij wil ook van die troep af. En dat lukt hem voorlopig niet. En dat is nou precies ook het argument van het niet zelf kunnen beschikken. Dus niemand mag bij jou op kantoor roken? Jawel, iedereen mag roken. Ja, echt? Maar niet op kantoor. Bij mij niet. Maar op kantoor wordt er bij ons niet gerookt. Maar de mensen die roken bij mij op kantoor, en dat zijn er twee, die zijn verslaafd. Die zijn onwaarschijnlijk verslaafd. Ja, nou, en dat is en? Ook, nou, en? Je weet helemaal niet hoe erg dat is. Jawel, maar je kunt ze toch op kantoor uitzetten? Maar ze roken niet op kantoor. Oh, oké. Ze roken buiten. Goed. We moeten even naar item 2, want van roken komen we op iets anders. Ja. En dat is veel minder beladen. Oké. Moet je even goed aankijken. Ja. Je hebt een beetje eyeliner. Hier een beetje. Beetje? Beetje make-up, hè? Heel klein beetje, ja. Heel klein beetje make-up. Ja, ja. Ja. Waarom gebruik je eigenlijk make-up? Dat doe ik wel eens op aanraden van anderen. Ik laat je kiezen tussen 3 mogelijkheden voor die make-up. Ja. A. Om anderen te behagen. Ja. B. De werkelijkheid ofwel jezelf te verfraaien. Ja. C. Jezelf nog aantrekkelijker te maken voor seksuele intimidatie. Ik geloof wat is het antwoord? Nou, ik denk de laatste. Ja? Oh. Zeg het verkeerde. Nee hoor, laat ik eerlijk zijn. Make-up is niet mijn steek. Wat was het ook alweer, B? B was om je de werkelijkheid een beetje te verfraaien. Ja, dat is bij mij wel nodig. Dat is het toch wel een beetje. Hè? Dat doet iedere vrouw. Nou, bij iedere vrouw is dat toch wel zo. Ja, het klopt. Ja, maar er is geen kruid tegen gewassen. Nee, oké. Okay. Dus, maar als het is, als jij dat doet om de werkelijkheid een beetje te verfraaien, waarom dan steeds die kruistocht tegen maatpakken? Om duidelijk te maken dat de inhoud van de mens niet minder erg is door het dragen van een maatpak. Dat het niet zegt over de persoon zelf. He, je hebt klootzakken die in maatpak lopen en je hebt... Zoals mensen als ik, de goeiers, die ook een maatpak hebben. Ja, en je hebt natuurlijk de fantastische lieverds, ook in maatpak, uiteraard. Goed zo. Nou ja, van maatpakken, over maatpakken en maatpakken van collega's gesproken, wil ik toch met je naar het laatste punt eigenlijk. Eigenlijk is dat wel een beetje het moeilijkste punt. Oh jee. En dat is een uitspraak, ik moet er even bij pakken, van Gabri van Driem. Die ken je wel. Ja. Gabri van Driem heeft gisteren in de Volkskrant gezegd dat zij het een kwalijke ontwikkeling vindt dat strafadvocaten, jij en ik, dat wij onze cliënten adviseren om zich niet te laten onderzoeken in een TBS-kliniek om zo die TBS te voorkomen. En zegt ze, een advocaat heeft een morele verantwoordelijkheid om de samenleving te beschermen tegen een psychopaat. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, daar heb ik wel een mening over natuurlijk. Ja, daar vraag ik het ook. Ja. Nou ja, kijk, wij zijn er voor om de belangen van onze cliënten te dienen. En stel, je staat iemand bij,
dat heb ik, ik heb in het verleden vrij veel psychiatrische patiënten bijgestaan die gedwongen werden opgenomen. Stel, je staat iemand bij en je weet van je cliënt dat hij opgenomen wenst te worden op het moment dat hij weer psychotisch en gevaarlijk wordt. Stel. Ja. En je staat zo iemand bij en op het moment van de toetsing van het gevaarscriterium zegt hij vanuit zijn psychose: ik wil niet opgenomen worden. Dan zal ik het verzoek van mijn cliënt van destijds, toen hij niet in de war was, zal ik uitspreiden en zal ik verwoorden op het moment dat hij getoetst wordt. En dan zal ik ervoor zorgen dat hij binnen blijft zitten. Dat is in zijn belang. Ja. Maar als ik het maatschappelijk belang, nog even daar gelaten dat iemand natuurlijk verdachte is en berecht moet worden. Ja. Als ik het dan een oordeel aanmeet over wat het maatschappelijk belang zou zijn, dan zou ik natuurlijk flagrant de belangen van mijn cliënt schenden. Hè, stel, je hebt een verdachte die zegt: ik heb het niet gedaan. Ik ontken dat ik dat heb gedaan. Ja. En de hele maatschappij, hè, zoals in dat gruwelijke geval van dat meisje Faber. Ja. En de hele maatschappij die labelt de verdachte die aangehouden is al als dader. En ik zou dan het maatschappelijk belang moeten dienen. Moet ik dan aan iemand die ontkent en die in de vertrouwelijkheid van de besprekingen met mij zegt: help mij, verdedig mij. Moet ik dan zijn belangen gaan verwaarlozen en de rol van de officier van justitie op mij nemen? Nee, ik denk het niet. Dus maar laten we nou even de casus nemen van de bekennende cliënt. Of de cliënt die guilty is as hell en waarvan we het ook wel weten. Soms, het is niet aan mij. Er zijn genoeg. Maar je weet het, je weet je cliënt. Ja, maar de instantie die zich moet bekreunen over het maatschappelijk belang, dat is het Openbaar Ministerie. En vergeet niet, we hebben daar dan natuurlijk nog drie rechters zitten die alle belangen, de belangen van de verdachte en de belangen van de maatschappij dient en tot een eerlijk en uitgewogen oordeel komt. Wij moeten juist partijdig zijn. Ja. Dus het antwoord aan Gabri van Driem is dat zij er helemaal niets van begrijpt. Precies. Ja. En dat wij dus helemaal geen enkele morele verantwoordelijkheid hebben om de maatschappij te beschermen. Kunnen we dat niet even goed morgen in de krant krijgen? Het betekent niet dat je niet ooit een morele verantwoordelijkheid voelt. Ja. Dat het natuurlijk best zo kan zijn dat je denkt: oh, wat is dit een zware zaak. En dat het niet eenvoudig is om je vak uit te oefenen in sommige zaken. Dat gewoon wel eens zwaar kan wegen. Ja. Nu nog de laatste. We gaan nog één stapje verder in de casuïstiek. Je zal die vraag ongetwijfeld ook vaak gehad hebben als advocaat, als strafadvocaat. We hebben een geheimhoudingsplicht. Mm-hmm. En dan wordt er vaak gevraagd van: goh, hoe ga je met die plicht om als je weet, of je cliënt vertelt je, mm-hmm, dat hij een moord gaat plegen? Mm-hmm. Die vraag heb jij eens bij Sonja Barend gehad. Ja, wat een beetje pijnlijk antwoord. Want toen zou antwoord. Jij je tante namelijk, ja, als het je tante was, zou jij door je geheimhouding heen gaan. Ja. Ik moet zeggen, dat was een faux pas op jonge leeftijd en zo. Hè, je kent dat wel. Maar met voortschrijdend inzicht zou je kunnen zeggen dat je wel je geheimhoudingsplicht, dat die vrij absoluut is. Maar wanneer je cliënt onvervroren meedeelt: ik ga moord plegen. Mm-hmm. Dat je dan toch de morele verantwoordelijkheid hebt om het leven van de ander te beschermen. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het is op de eerste plaats, worden wij natuurlijk meestal van stal gehaald op het moment dat iemand binnen zit en verdachte is. Ja. Ja, en ik heb heel eerlijk gezegd, in de meer dan 30 jaar dat ik advocaat ben, heb ik nog nooit een cliënt gehad die naar mij toe kwam en die zei: ik ga dit en dit en dit, dit doen. Dus, ik heb het één keer gehad. Je hebt het één keer gehad? Ja. Oké. Okay. En dat was? Nou, mijn geheimhoudingsplicht. Nou, ik kan er wel heel iets over zeggen. Het was een hele, ik vond het heel moeilijk. Ik heb toen de deken van de Orde van Advocaten geraadpleegd. En wij zijn er toen om een aantal redenen toe gekomen om justitie niet in te lichten. Mm-hmm. Omdat wij op grond van een aantal omstandigheden ervan uitgingen dat als je het dossier heel goed las, het Openbaar Ministerie, weten wij, doet dat niet altijd. Nee. Hè? Maar goed, als je het heel goed las, dan zou je erachter kunnen komen wie het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. Nou, interessant.
En dus hebben wij het toen niet gedaan. Maar het is wel... In Amerika is er heel veel over gefilosofeerd. Ja, het is ook zo'n lege discussie. Want kijk, ik geloof dat in Amerika volgens mij zelfs soms de verplichting bestaat om iets mee te delen. Nou, stel... Kijk, verdachten moeten erop kunnen rekenen dat hun advocaat de geheimhouding serieus neemt. Oh. Afronden. Nou, maak je zin af. Laat je niet door zo'n vent opjutten. En stel dat je de verplichting zou hebben om iets mee te delen wat je niet zou willen meedelen. Ja, dan zeg je gewoon aan je cliënt van luister, jij vertelt mij helemaal niets, want ik wil helemaal niets weten. Ja. Punt. Punt. Dus, dames en heren, Gerard Spoen. Leuk hoor. Komen jullie beiden mee? Ja, ja. Mevrouw Fiek, als u daar in de hoek wil gaan zitten. Meneer Spong daar terug op uw plek. Nou, het zit erop. Ja. Hoe voelt u zich? Nou, leuk. Ik vond het leuk. Ja. Ja? Ja. Ja. Daar hebben we drie hele verschillende gesprekken. Absoluut, zeker. Heeft u zich in een van deze drie gesprekken ongemakkelijk gevoeld? Nee, nee. Geen moment? Nee. Shit. Voel je ook zoveel twijfel aan de stelling? Ik wil ze toch even langslopen. Ja. Wout, ik begin bij jou. Ja. Het ingewikkeld natuurlijk was, is dat je natuurlijk naar een punt toe werkte... wat daarna natuurlijk in vertwijfeling achterbleef. Ja, dat was een beetje jammer. Neem ons even mee, want de strategie natuurlijk niet gehoord van tevoren. Nee, de strategie was natuurlijk een beetje kijk, je dient altijd het belang van je cliënt. Toen bij die Deurnenzaak... Toen werd er een cliënt eigenlijk ingevlogen, om het even maar te zeggen, om een andere cliënt te dienen. En dat was eigenlijk van, daar wilde ik wat verwarring teweeg brengen van, hoe zie jij dat? Mm. daar kwam je eigenlijk prima mee weg, dat weet ik niet meer. Weet je maar dus... nou wil ik toch van u weten, we zijn inderdaad zijn we altijd heel open en transparant met elkaar, dat hoort bij dit programma. Wist u nou echt niet meer waarom u die schilderij erover neer had gezet? Want u zei, ja, ik weet het echt niet meer zo goed. Maar het punt was natuurlijk dat u in feite... daar gebruikt u de ene cliënt voor de zaak van de andere. Wat in feite wat u daarvoor gezegd had, toch een beetje ter discussie stelt. Dus ik vroeg mij af, meent u dat nou? Nee, dat was echt zo. Oké. Okay. Dat was echt zo. Kijk, hij is natuurlijk in de publiciteit gekomen. Dat is heel recent geweest. En wordt hij als Okkie de schilderijenrover dan nu hier zo neergezet? Nou, u heeft cliënt met slechtere bijnamen. Ja, nee, zeker. Maar dat is ver daarvoor, volgens mij, deze uitzending. 2014 was dit, drie jaar geleden. Ja, nou ja, een paar jaartjes daarvoor. Maar ik weet het gewoon echt Maar laat ik het anders vragen dan. Ja. Houdt u er wel rekening mee dat het inderdaad waar zou kunnen zijn... dat u inderdaad die ene cliënt heeft gebruikt voor de andere? Nee, natuurlijk niet. Ja, als u daar twee keer een plusje in de analyse maakt? Nee, maar dat... Kijk, ik gebruik niemand. Ik weet zeker dat ik daar een goede reden voor had. Maar ik weet alleen niet meer wat dat is geweest. Een ander punt, wat in die film natuurlijk naar buiten kwam, is ook, u beschrijft niet een haat-liefde, maar ik heb een haatverhouding. Maar tegelijkertijd zien we ook iemand die toch ook wel enigszins plezier uitstraalt in de media optreden. Dus is dat dan een onderdrukte haat en een vleugje gespeelde liefde? Wat is dat dan? Nee, er zit zeker ook een vleugje liefde tussen. Toch wel. Jawel, toch. En kunt u dan toch iets over de liefde zeggen? Want dat is... Nou ja, kijk, als ik het dan doe, dan wil ik het ook doen op een wijze waardoor het goed over het voetlicht komt. Ja. Dus dan heb ik ook wel... Ik vind taal ontzettend leuk. En ik vind het ongelooflijk interessant om door taal iets te bereiken. Ik had bij wijze van spreken vind ik ook reclameboodschappen vind ik heel interessant. Dus ik vind taal en de wijze waarop het gepresenteerd wordt, vind ik super boeiend. Ja. Iets anders is, en Wouter vertelde daar ook over zijn eigen ervaringen bij, is dat u soms dus heel vriendelijk bent en dan soms weer, laat ik het sympathiek zeggen, wat grillig bent. Maakt het voor u uit wat uw verstandhouding met hem is, hoe u met hem communiceert? Hoe vindt u hem een aardige kerel? Ik vind hem heel aardig. Ik vind ze alle drie heel aardig. Maar, dus ik had eigenlijk een hater gehoopt. Ja. Ja, dat had ik ook leuk gevonden. Maar dat u dan soms toch wat kribbig of afsnauwerig bent naar hem, is dat dan allemaal professioneel? Was ik kribbig? Nee, nu niet. Tijdens de inleiding, toen vertelde ik dat ik... Soms dan praat ik met Benedicte in de wandelgangen van de rechtbank... en dan gaat het allemaal, leuk en dit en dat. En soms dan heb je een vraag en dan denk je, toch even checken hoe... En dat je dan krijgt, en dan ga ik ook helemaal niks over zeggen... en dan bap, de horen erop. Nee, dat kan ook wel een beetje kribbig zijn, Maar is dat dan professionele kribbigheid? Ja, dat is professionele kribbigheid. Dan wil ik gewoon geen antwoord. Maar dat had je een beetje op de vraag van haar. Toen je privacy moest beschermen. Ja, over welke minister Spong, welke vraag? Nee, toen zij iets te dicht bij de privacy kwam. Ja. Beetje streng. Ja. 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 Ja.
was wel leuk, want Eva, je had het van tevoren natuurlijk aangekondigd. Wij op 4 minuten 20 gekeken naar de klok. Speelde let's go. Ja. Eva, in de voorbeschouwing dus, toen u daar nog zat. Ja. Stelde Eva dat ze dus de lijn van haar interview. Leg even uit nu, want wat was het moment? Je zei... Nou ja, mijn doel was dus inderdaad vragen... welk beeld wil u neerzetten in de serie? En hoe verhoudt zich die ijdelheid... wat het in mijn beleving toch deels ook is... hoe verhoudt die zich tot het verwijt wat u anderen maakt? Namelijk diezelfde ijdelheid. Mm-hmm. Dat wilde ik weten. En ik dacht, als dat niet lukt, dan ga ik over naar plan B. En dan wil ik gewoon weten wat voor vrouw u bent, wat voor vrouw u thuis bent. Voor mijn part vraag ik naar uw lievelingseten. Maar goed, dat is dan iets minder interessant dan inderdaad liefde. Maar dat ging niet. Nee. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel interessant. Het is namelijk ook, dat kun je ook instrumenteel gebruiken. Hè? Iets vertellen over de liefde. Dat vindt bijna iedereen sympathiek en dat vindt iedereen wel leuk om te weten. Maar u bent dus ook toch niet bereid tot alles. Nee. Om in het gevlei te komen. Als je even van die eerdere stelling uitgaat. Mm-hmm. Dat die serie natuurlijk toch bedoeld is om de publieke... opinie te beïnvloeden? Oh, ja, precies. Nee, dat is gewoon een feit. Ja. He, ik bedoel dat... Nee, maar dat hangt aan ijdelheid. Ja. Voor mij, maar dat, ja, dat dan mag. Ja, dat precies. Mag. En, ik, ja. En wat nog interessant maar zou zijn... Dat mag ik altijd zo'n... Ja, dat ben ik met u eens? Of u heeft ook recht op uw mening? Nou ja, heel eerlijk gezegd... mijn medewerking aan de serie... heb ik echt gebaseerd op het belang van het tonen van die tabakszaak. Maar als u nou... Dus U mag dat ijdel vinden. Ik vind het functioneel. Ja. Maar als u naar uzelf kijkt, dan met een zakje chip met uw vrouw en kinderen, dan gaat u dan zit u dat dan te kijken? Ik kijk nooit naar mezelf. Maar dat vind je ook niet naar die serie niks? Nou, die serie heb ik niet van tevoren gezien. Dus die heb ik nu wel met de kantoorgenoten gezien. Juist. En dan maak het even klein. Ja. Als u gewoon naar uzelf zit te kijken, wat voelt u dan? Nou, dan denk ik, god, wat een aanstellerig kind. Kind, echt? Nee, dat is onzin. Maar dan, ik vind het afschuwelijk om naar mezelf te kijken. Echt waar? Ja, maar dat vind ik kan toch niet? Nee, dat geloof ik dus niet. Nee. Ja, het is gewoon wel zo. Ja, maar dan is het te veel. Dan heeft u geen leven. Maar hoezo geen leven? Ik ben u bent zo vaak op televisie. Helemaal niet. Nee? Ik ben heel weinig op televisie gelukkig. Nee, het maar is nu is toevallig mee... met die serie. Ja. Maar ik probeer dat echt beperkt te houden tot... Ja, tot 1 of 2 keer per jaar. Dat is toch niet veel? Ik wil nog 1 punt eruit halen. Want we doen niet altijd interviews over, dus de nabeschouwing. Ik wil nog 1 punt eruit halen. De laatste vraag van Eva Hoeken was... wat u dan op 60-jarige leeftijd, wat u dan de levenslessen zijn. En toen had u het over liefde, gezondheid en toen werken. En ik denk, als je dat 20 jaar geleden had gevraagd... was u waarschijnlijk begonnen met heel hard werken... en daarna iets van liefde en nog iets van gezondheid. Met andere woorden... Dat werk dat ik doe, dat ervaar ik niet als werk. Dat vind ik gewoon heel erg... Dat hoort ook bij liefde bij u. Nou, dat hoort bij alles. Dat hoort bij het leven. Dat vind ik gewoon iets... Dat geeft mij heel veel bevrediging. Ik vind dat gewoon ongelooflijk leuk om te doen. Helder. Nu gaan we naar Gerard Spong toe. Ja. Ik moet zeggen, hij kwam van tevoren aan met een enorme trits aan allemaal dingen. Ik denk, dan gaat hij nooit in 12 minuten. Maar op 6 minuten had je al de helft weggestuurd. Ja. Je moet mij ook niet onderschatten. Nee. Wat ik van tevoren heel... Daarna gaan we even in doen. Wat ik heel spannend vond is... ik zei, hoe gaat u dat dan doen? Zei, nou, ik ga er heel kort houden, want als je er te veel ruimte geeft... Ja, maar u liet zich, vond ik verrassend, inderdaad in het ritme van Spong wel opvangen. Dus u deed geen... Ik denk, geef hem een pleziertje. Maar overweegt u dat? Ja? Vindt u dat spannend? Nee, ik vond het prima om gewoon de vragen te beantwoorden. Ja, op één vraag klapte de val niet helemaal goed dicht. En te weten, welke? Dat was je antwoord op Juriaan de Vries. En in relatie tot het gevaar voor meerokers. Toen gaf ze een antwoord waar ik niet op bedacht was. En dat was het antwoord dat Juriaan alleen buiten rookt. Niet in het bijzijn van anderen. Ja. Toen dacht ik, shit, daar gaat me val. Even wat natuurlijk aan het eind is met die TBS. Ik vond het toch een razendspannend iets, omdat ik ook aan de actualiteit raakte. Met een moord beramen, dat hebben we gehad. Maar toch even, als je een cliënt hebt waarvan je eigenlijk misschien gevoelsmatig zegt... die is gewoon geestelijk niet helemaal in orde. En die cliënt zegt, ik wil me niet door het Pieter Baan Centrum laten uitchecken. Want dan zit ik voor de rest levenslang. Ja, maar meneer, u moet zich even realiseren. 90% van onze cliënten, die zijn niet in orde. Mm.
En die moet je toch bijstand verlenen. En ik ben het dus helemaal eens met Benedicte. Wij vertegenwoordigen een partijdig standpunt, een partijbelang. We zijn er alleen voor die cliënt. Ja, maar u staat er niet helemaal hetzelfde in, want u komt ergens voor u, het maatschappelijk belang komt langs. Nee, dat was Gabri van Driem. Jawel, maar en ik zit al 30 jaar strijd ik tegen Gabri van Driem. Dus, ja. Maar je zal toch iemand waarvan je eigen zegt, die moet door de Pieterbaancentrum gecontroleerd worden? Nou, je hebt als advocaat heb je de mogelijkheid om soms met een cliënt te komen tot een punt dat je zegt van luister jongen, is het nou niet beter voor jou dat je wel meewerkt? En er zijn tal van zaken die ik heb gedaan, waarin ik een cliënt, en dat was natuurlijk ook uiteindelijk dan de gezamenlijke keus, waarin een cliënt zich wel degelijk heeft laten onderzoeken. En die zitten nu in de TBS. Maar het gaat ook om het scenario dat die cliënt zegt, maakt me niet uit, ik laat me niet onderzoeken. Ja, die zijn er die krijgt een gevangenisstraf, omdat de rechter geen papier heeft van het Pieterbaancentrum. Die komt vervolgens op 2/3 straf vrij en pleegt een moord dat je denkt, oh jongens, die had gewoon in de maar TBS moeten zitten. Maar het is een misverstand dat de rechter geen TBS kan opleggen zonder rapportage. Zeker, maar het helpt wel als hij een Pieterbaancentrum rapport heeft. Het helpt. En ze gaan ook naar het Pieterbaancentrum. Er wordt ook over gerapporteerd. Er wordt ook oude rapportage, als die er is, wordt er opgevraagd. Er wordt naar zijn gedrag gekeken. En een rechter oordeelt of hij zelfstandig meent dat hij wel of geen TBS moet krijgen. Laatste vraag is, heeft hij wel eens in uw groep cliënten, twee cliënten gehad die elkaar zo daarna het leven stonden dat de ene cliënt een gevaar werd voor de ander? Nee. Nooit gehad? Dan heb je tegenstrijdige belangen. Dus je hebt nooit twee cliënten die elkaar in de haren vliegen. Want die mag je niet gezamenlijk bijstaan. Helder. Ja. Je hebt wel eens soms medeverdachten. Ja, die door een ander worden bijgestaan. Daar heb je het wel. Tuurlijk. Al met al, jullie hebben van tevoren natuurlijk een plan gemaakt, nagedacht hoe ze zou reageren. Waar zit veel echt toch de grootste verrassing? Dat vermoeden had ik natuurlijk wel. Maar dat was in de toch wel hele strakke regie die vanuit kantoor Fiek is uitgegaan naar de serie De Verdediging. Dat je dus weet dat je eigenlijk zit te kijken naar een programma waarvan van tevoren hele heftige afspraken zijn gemaakt. Dat wist ik nog niet. Helder, Eva, voor jou? Dat er dus een hele duidelijke scheidslijn is. Dus wat je toelaat of wat je wil vertellen om inderdaad die opinie te beïnvloeden. Dat, mooi. Ja. Nou, meneer Sprong, u heeft het net al verteld. Wilt u nog iets toevoegen? Nou, ik vond het vooral een onthulling over de make-up. Ja. Daarmee, dames en heren, zijn we aan het einde gekomen. Ik zou allereerst willen vragen, een warm applaus, Benedict Fiek. En houdt u de hand op elkaar, Wouter Laumans, Eva Hoeken, Gerard Sprong. Dank jullie allen. Blijf zitten. Bijna aan het einde. Als u zo direct meer over het liefdesleven van mevrouw Fiek wil weten, weet u dat we aan de bar daar meer over horen. Ik wil graag uw warm applaus voor een klein groepje mensen dat dit één keer in de maand voor ons mogelijk maakt. Te weten John de Zwart, Maartje Hofhuis en onze spin in het web. Daar zit ze, Marlijn Geurts. Dank jullie allen. Dank. Dat is voor jullie. En ik zou zeggen, we hebben een fantastische lijst hebben we al gemaakt voor onze volgende gasten. 3 december in ditzelfde theater, niemand minder dan oud-bondscoach Guus Hiddink. En in januari krijgen we de leider van de PvdA, Lodewijk Asscher. Dat was hem voor deze zondag. Ik dank u hartelijk, wel thuis en tot aan de bar. Dank jullie wel. APPLAUS